Deze nieuwsuitzending. Dat is een corona-update. En ik wil het een beetje vrolijk houden. Serieus. Het wordt me echt te erg. Ik was vandaag in de Albert Heijn. En er was een man achter mij. Dat ja, zo zeg: bij de Albert Heijn. Hier in Arnhem. In de Vossenstraat. Werken allemaal hele aardige mensen. Dat weet ik. Want ik kom er al heel lang. En niet dat ik die mensen ken. Maar... Er heerst daar zo'n atmosfeertje. Van als iedereen nou, nou normaal doet, dan gaat alles goed. Er heeft ook iemand een enorme stennis getrapt een tijdje terug. Was dat ook met corona? Ja, dat was ook met corona. Ging een vrouw helemaal uit het dak. Schreeuwen, jongen. En hij zat bij de automatische bliep-bliep. Hetgeen mij trouwens erg goed bevalt. Ik mis het contact met de cassière niet. Want, want dat vind ik altijd prettig. In de plaats van dat je een cassière-contact hebt. En dan staat er zo'n uh, zo lekker ding. Met van die goudige ogi in, uh, in uniform. En die staat dan uh, te checken of zo. Hè? En dan zeg je, nou, als je dan je mandje erin doet. dan zegt ze iemand: Oh, dank u wel. Ja, er zijn ook heel veel mensen en die laten dat mandje bij de bliep-bliep-automaat staan. En dat doe ik niet. Dat vind ik slordig. Dus daar hou ik niet van. Daar hou ik thuis niet van. Dus daar hou ik buiten ook niet van, lijkt mij. Al dat onderscheid tussen werking en privé. Nee, ik ben op mijn werk net zoals thuis. Ja, gewoon netjes. Je werkt toch een beetje mee? Ja, toch? En een mens ging uit de plaats, jongen. Nou, die fout te bliepen, die dacht... Ik denk dat ze aan het, aan het jatten was. He. Man. En dan vandaag. Het, heb je bij de ingang staan, bij de Albert Heijn, ook iemand. En dat vind ik ook wel gezellig. He? Dan kun je binnen en dan zegt ze iemand, goedendag. Nou, daar hou ik eigenlijk wel van. Dan denk, hallo. Ik denk, nou, ik mag erin. Dat is het ook. Ja, voor hetzelfde geld uh, ben je, je je broek vergeten aan te doen. Stel, hé, je wordt seniel hè? en dan loop je in je onderbroek zo de Albert Heijn binnen en dan zie ze je hem zeggen, oh meneer, uh, mag ik u wat vragen? Ja, maar ze controleert je toch even? Of je bent, je hebt Alzheimer en je komt er voor de tweede keer. Dat het meisje zegt: nee meneer, u, u was net al de deur uit hoor. U heeft al boodschappen gedaan. Dat serieus. Dat is toch een fijn gevoel? zeg ik zo'n lekker gedag tegen zo iemand. En ik hou van jonge mensen. Serieus. Ik hou van oude mensen, daar hou ik ook wel van. Van die oude mensen. Maar van die jonge mensen, denk ik, daar heeft het ook zin bij om er aardig tegen te doen. Ik kan het tegen een bejaarde aardig doen. En dat geeft ook zo iemand een goed gevoel. Maar die krijgt volgende week een hartaanval en, en wat helpt het dan, hè? Maar als je bij een jong iemand als je daar aardig tegen doet, dan gaat nog jaren mee. Serieus. Ja, een klein beetje natuurlijk, maar het gaat mee. Dat ze toch weten van ja, er waren mensen bij de Heijn en die deden wel altijd vriendelijk tegen mij. En dan pikken ze het niet als een ander dat niet doet. Bijvoorbeeld. En dat gevoel kan een hele tijd blijven hangen. En dan heb ik eraan bijgedragen aan een weerbaarder samenleving. En niet alles laten welgevallen. Ja, stond achter mij. Oh ja, daar hebben ze ook zo'n zo desinfectiedingers. Ja, dat doe ik dus niet, want ik heb een tere huid. Ik ben blank. Ik heb zo'n heel dun blank huidje. Die gek vind die enge dingen smeren. Nee, alsjeblieft niet. Nee, en zeker niet op mijn handen, wanneer ja, ik dat gek zeg. Wat zit er in de spul? En trouwens, uh, corona gaat er door de lucht. En waarom moet je dan je handen wassen? Als het virus door de lucht gaat. Dit is één grote koek. Maar dat maakt mij niet uit. Nou, en dan loop ik die winkel in. En dan zat er een man achter mij, oude kerel. En die zegt. No. Nee, die, 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 was al, die stond tegen ze iemand uh, reclame te maken. T Zo begon het jaar. Dus ik kon aanwandelen en zat iemand: krijg me nou, dat is niet aardig. Eh. Dan kan ze iemand een trauma aan overhouden. Nee, serieus. Zo'n medewerker van Albert Heijn die kan geen kant op. Die staat er verdorie voor minder per uur dan ik sta. En die is ook in de 20. Die heeft ook wel wat beters te doen. Maar die moet er staan. Die kan er helemaal niks aan doen. Als ze daar niet gaat staan, dan krijgt ze gezeik. Met studiefinanciering of zo. Ik weet er alles van. Mijn dochter zit al 15 ruggen in de schuld. Zij zij zo aarzelend. Ik denk: oh jee, maakt er maar 18 van. Straks is ze 20. Ik heb al met al lopen uitrekenen bij meisje, meisje, heb je nagedacht over je terugbetalingsschema. Hoe gaat dat eruit zien? Volgens de website van het uh, duo heet dat. Dienst, uitvoering onderwijs. Afschaffen die handel. Ze kunnen er niks van. Gewoon alle fondsen intrekken. Net als Donald Trump deed met de WHO. Wij geven geen cent meer een duo. Helemaal niks. Als het zo moeilijk is, dan doen we het zelf wel. Ja, laten we eerlijk zijn. En heb ik daar ingevoerd alsof ik mijn dochter was? Ik kan niet eens inloggen op het, op het, op het dossier van mijn dochter. Ik ben Wetter, haar vader. Je kan, over de rest kan je twisten. Kun je uren over lullen. Dan ga je het weer hebben over Peter Bosman. Maar Wetter... Gesproken ben ik haar vader. En ik mag niet in haar dossier kijken. Terwijl ik wel betrokken ben in het financiële gebeuren. Mag ik geen uh, even inzage hebben in uh, waar mijn poen. Uh, want ik heb betaald aan die jokers. Of, nou ja, ik heb kosten gemaakt voor die jokers. Ik, uh, ik heb er niet heel veel aan betaald. Maar wel, uh, ja, ik moest een digi-idee aanschaffen. Jeetje, wat een ellende. Want ik had geen ideebewijs. Oh, nee. Nou, dus ik invullen, die kon je dan toch via anoniem, kon je uit, dat uh, je een calculator en dan moest je intypen hoeveel schuld je had en wat je inkomen zou zijn. En hoe gaan we dan afbetalen? Nou, dat was 50 euro per maand, tot en met dat mijn lieve kind 57 is. Nee, dat is leuk. Nee, dat, daar ben je blij van. En dan staat er ook nog dat de rente wordt eens in de vijf jaar vastgesteld. En nu staat die op nul. Jojo, en over vijf jaar? Welk percentage staat er dan? Oh, het punt is, je hebt compound interest. Samengestelde rente. Ja, dat betekent dat je rente moet betalen over de rente. Dus de rente wordt gezien als schuld. En dat uh... Ja, daar is een heel klein probleempje mee. Hè? Kijk, er is geen enkel probleem dat, dat iemand tegen jou zegt: van, Mag ik duizend van je lenen? Dat ik je zegt: Ja, dat is best. Als het allemaal lukt, dan wil ik 2000 terug. Hm? Als het niet lukt, dan kunnen we het erover hebben. En als je nou helemaal niks hebt, ben ik alles kwijt. Hè? Maar als het lukt. Wil ik 2000 terug. Dat heet gokken. En waarom niet? Iemand heeft een goed idee. Iemand anders heeft een tietpoen. En die denkt, nou, ik wagen een gokkie. Ik geef die gozer geld. En dan krijg ik extra terug. Ja, ik kan hem wel in een oude sok laten zitten. Ik investeer het in de maatschappij. Dat is normaal. Maar zeggen dat je rente over rente gaat rekenen... Het is wel aardig hoor dat uh, in de Koran staat dat dat verboden is. In de Bijbel staat dat je dat hele geldsysteem, daar heb je helemaal niks mee te maken. Dat is iets wat, dat uh, is een soort hobby van mensen. Die denken dan, uh, kijk, <laughs> laten we eerlijk zijn. Hè. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dan heb je de discrepantie tussen het Nederlands en het Engels. Dan heb je hemel en aarde of aarde en hemel. Dus de wil van God, die, die bepaalt de hemel en die bepaalt de aarde. En die wil is de oorzaak van hemel en aarde. Namelijk. Die wil heeft hemel en aarde gecreëerd. En die is dus de baas van de hemel en de baas van de aarde. De, de, de wil is dat. Logisch gesproken. Dus om in te haken met die beroemde Duitser die niemand kent. Die heet Arthur Schopenhauer. Arthur. Arthur. Zijn vader heeft hem die naam gegeven. Omdat zijn vader was een rijke man. Was een handelsman. En die had allemaal ideeën over het uitbreiden van zijn firma. En hij dacht nou, mijn zoon... Die wil ik niet uh, een of andere Duitse naam geven. waarbij waar, waar die in Frankrijk niet mee wegkomt. Ik wil hem een internationale naam geven. En vandaar dat hij hem Arthur had genoemd. Want dat kan in het Duits, dat kan in het Engels, dat kan in het Frans. Overal weten ze hoe je heet: Arthur. 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 Schopenhauer komt met het begrip wil. En dat is, dat is correct. Dat is correct taalgebruik. Dat is de kunst van de filosofie om bij de dingen niet zelf te gaan lopen dopen. Van uh, giraf en uh, olifant. En, 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 dat je de woorden kiest die daadwerkelijk slaan op dat wat je ziet. Neem een woord op theepot. Weet jij wat een theepot is? Serieus? Wat is volgens jou een theepot? He? Of een begrip als stoel? Of tafel? Als je met ze. je gaat heel lekker naar de Maas. Nee, die heb je niet. De Waal. Dat is, dat is de Waal. We zijn nou Maas. De Waal. Dan heb je hier een heerlijke strandjes. En dan ga je met z'n allen naartoe. Hey, uh, en dan ga je op een gegeven moment eten. Zo, dan heb je ergens een, een tafel en op die tafel zet je het eten. Nou, daar bij de gewoon de waal daar heb je van die, die stenen. En die, daar zijn die, die die heet het dit kribben of zo mee aangelegd hele grote stenen. en dan zoek je een aantal goede stenen en daar zet je het eten op. en dan zijn die stenen de tafel. Kijk, nou weet je wat een tafel is. Maar als je het gaat hebben over de oorzaak van deze nou, schoonheid waarin we zitten, dan hoe, hoe moet je dat noemen? Huh? Snap je? Voel je dat hier iets zit? En mensen hebben heel lang ruzie gemaakt over de naam van datgene wat alles hier veroorzaakt. En de een noemde hem uh, Allah, is een goeie. Hè? En in het, de, de leukste, vind ik, de humoristische, dat is uh, Halloween. <laughs> dat is eigenlijk een term om je te bescheuren hoor, dat is Joodse humor. Want Elohim is meervoud. In het Hebreeuws is meervoud en enkelvoud. Dat moet je een beetje ruim zien. Want je hebt ook mayim. Je hebt niet mai. Maar je hebt wel maïm. En maïm is water. Dat is meervoud. Kijk, de syntax van het Hebreeuws is. Daar kan je niet lekker in kletsen. Want alles heeft zoveel betekenis. En eigenlijk moet je er vanaf blijven. Vind ik. En niet meer gebruiken. Daar krijg je alleen maar ruzie van. Mensen zijn dan snel beledigd. Ik spreek het liefst Indo-Europeaans. Ja, ja. Maar goed, te, terug naar de, de, het LOE, maar zo'n leuke, de meest grappige. Ja, heb ik al jou, hè? Maar dat mag je eigenlijk niet zeggen. En voor de rest heb je... Heb je nog meer? Oh, de natuur is er ook een. Het is de natuur die de natuur heeft veroorzaakt. We zijn allemaal natuur. Dat is een natuurgeloof. Nou, dan heb je de, de Latijnse benaming, dat is deus. En in het Engels is het God. En bij ons God. Ja, ja dan krijg je de gezeur van God bestaat niet. Want er is niet een bestaan van een oorzaak van het bestaan. Dus de oorzaak van het bestaan bestaat niet. Maar nou, dat is een tautologie. Want je hebt het over de oorzaak van het bestaan en dus bestaat dat niet. Noodzakelijk bestaat de oorzaak van het bestaan niet. Want als de oorzaak zelf bestaat, dan, dan wat veroorzaakt de oorzaak? Dat, is, dat, dat haalt niet op. En dat is mooi opgelost door Schopenhauer met de term de wil. Dat is voorafgegaan door Kant, die zei: het heet dat, hè, de oorzaak van het bestaan. ...ding op zichzelf. Ja, nou, ik wijt even door... ...omdat er zoveel discussie is... ...over de inhoud van de Bijbel... ...terwijl het zo simpel is. Het, is het enige is, het is ouderwets. Dat is alles. Ja, vind je het gek? We zitten drie millennia later. Wat hadden jij daar gedacht? Hé, he? het heet de wil tegenwoordig. Heeft Artie Schopenhauer opgeschreven. De wereld als wil en voorstelling. En daarmee zegt Artie Schopenhauer heel netjes. Want het is meneer Kant, die kwam met het ding op zichzelf. Dus je moet denken aan een ding-ding. Wat is een ding, volgens jou? He? Het ding op zichzelf is de dingen. En dat is de wil. En Nietzsche, die is maar die heeft wel heel veel humor. Ja. Dat is wel... Ja. Nou, nee, dan moet ik lachen. Nietzsche was al, uh, wel leuk. Dat Nietzsche zei... God is dood. Daar heeft hij toch een... Ja, dat, dat, is, dat is wel schattig. Dat laten we eerlijk zijn... En Nietzsche is een was een hartstikke lieve, leuke man. Die hebben ze uiteindelijk opgesloten in een psychiatrische inrichting om van hem af te zijn. Zo zeg ik. Dat kan ik niet bewijzen. En ik denk dat. Het werd ze allemaal even te veel. Denk ik. hadden die man met rust moeten laten. Oh, en die Nietzsche kwam met de wil tot macht. En zo is het ook. Het is de wil tot macht. Du nou, niet, het woord duurzaam geldt niet eens. Dat is alweer een. Dus niet duurzame macht, neem weer maf. De, uh, de macht. En power. Dat is de wil. Dat is power, meer niet. Het is alleen maar power. En overal wat power is, is die wil. Want dat kan niet anders. Dus ook ziekte, dat komt van de wil. Dat wist Aristoteles al: dat mensen bewust ziek worden. Vandaar ook die Germaanse. Dit gaat over corona. Hè? Goed, goed blijven luisteren. Hè? In de Germaanse geneeskunde wordt. De gezondheid van de mens gezien als de, de gezonde vibratie tussen geest en lichaam. Dat, dat vibreert lekker. Het geestelijke deel van de mens en het lichamelijke deel van de mens, die, die zijn lekker in die. Ja, dat gaat lekker heen en weer. En als er iets misgaat in het lichaam, dan gaat daardoor iets mis in de geest. Of er ging iets mis in de geest, en dan gaat daardoor iets mis in het lichaam. En dat lijkt me nogal wieders. Toch? Wat spreek ik Frans of zo? Dat is allemaal de wil. Die stuurt dat allebei aan. Hè? En de Hebreeërs die wisten dat. En die hebben dat opgeschreven in dat prachtige boek Job. En zoals God is, de, lijkt het voor ons dus die, met die, die, die wil, hè? Is dat er engelen zijn. Joh. En kan je die dan zien? Nee, dat denk ik niet. Ik heb nooit een engel gezien. Hoor. Die katholieken beweren dan weer van wel, hè? Die zien verschijningen. In principe is het denkbaar. In de zin van mogelijk. Ja, ik heb dingen meegemaakt met een hoedje hierboord. Nou, ik word daar niet bang van, want... Uh... Dat is mijn aard niet. En er zijn mensen bang van geworden. En ik snap daar waarom. Maar ik weet van de wil. Die heb ik gevoeld. Ik heb hem ook logisch gesproken ingezien. Uit vrije wil. En ik schrok me kapot. Het was, heel, het was een heel raar moment. Ik was heel bang. Ik, heb die, ik was toen bezig in, met het ontwerp van logos, een taal, een digitaal. Dat ben ik nou helemaal niet uit. Maar... En daar was ik toen mee bezig en ik was aan het schetsen. Een grote vellen En toen ging ik, en dan heb je dus altijd. Zo was het dus. Hè? Als je dit en dat hebt, heb je altijd dat. Als je dat en dat hebt, heb je altijd dat. dat, dat het heb dat en dat en je... klopt allemaal. Het klopt altijd dat. Als je dat, heb je altijd dat. En als je nou jezelf hebt en de wereld, dan heb je dus altijd. Dat was de schrik. Je hebt de kip en het ei. Je hebt de dit en de dat. Je hebt de, de, noodzakelijke, de noodzakelijke tegenstelling. Je hebt de noodzakelijke tegenstelling. Daar valt al, altijd een derde overheen. Logisch gesproken. In de taal. In de, in de taal staat er altijd een derde overheen. Dat, is ook de, dat weten de katholieken ook, hoor. Dus 0 is 1 en 1 is 2. Dat is een hoofdwet. 0 is 1, 1 is 2, en 2 is 3 en de oneindigheid. Dat zit in de taal. En toen zag ik God. Toen ik me dus afvroeg of het nou klopt dat, dat ik en dat is natuurlijk, want jij bent ik, jij hebt een lichaam. En de wereld is de wereld. Hè? Dat is een, een duo. Het is jij en de wereld. En daar staat een derde boven. Noodzakelijk. En dat is niet iets of iemand in deze wereld. Dat is juist iets of iemand. Die boven jou en de wereld staat. En dat is de wil. En die wil maar, dat is wat wij dan noemen macht. Wij zien dat als macht. En jeetje zegt, die wil maar alles. Alles wat hij wil, dat doet hij ook maar. Zo zien wij dat: macht. Power. En wat wij nu hebben in deze wereld is dat de mensen die weten van dit principe, die zijn het alvast aan het doen, maar ze weten niet hoe. En ze doen maar wat. Hier in Nederland hebben ze een stuk van het IJsselmeer ingepikt met windmolens. En die energie die daaruit komt, die elektra... Die gaat regelrecht naar Google en YouTube. Serieus. Er wordt verrekend, het gaat naar het lokale stroomnet. En ze hebben alleen maar levering als er wind waait. Maar als het waait, dan beuren ze van die windmolens. En die stroom wordt verkocht per kilowattuur. <tus> of ja, megajoules of petajoules. Of Zeg maar wat. Hè? Er wordt verhandeld. En onderhand staat wel een stuk van het IJsselmeer met allemaal windmolens. Om de godganse wereld naar porno te laten kijken. Dat is verder niet erg, daar moet je helemaal geen zorgen over maken. Het is een uiting van de wil. Zo is de wil. Die wil dit daadwerkelijk. Dat is de grap. God wil dit. Ja, de, de, de wil wil dit. Dit is het resultaat van de wil. Dat kan niet anders. En dat hebben wij te accepteren. En anders ben je afvallig. Dat is ook zo'n term van de katholieken. Hè? Dat je afvallig bent. Nou, je bent afvallig als je tegen de katholieken bent. Punt. Want het is de wil die dat wil. En de vraag is of je mee moet doen aan het katholicisme. Globalisme kan je het ook noemen, dat is een moderne term. Hè? De globalisten, dat zijn de internationale farmaceuten en de bankiers en zo. Hè. Dat is van die globalisten met George Soros. En uh, ja, de paus ook een klein beetje, maar het telt niet meer mee hoor. Maar uh, ja, wel die ene bisschop. Nou, trouwens, nee, de, ja, de katholieke kerk dus ook. Maar uh, ja, en, en de Verenigde Naties. En, ja, dan gaan we door, snap je? We zijn de katholieken. Daar kan je aan mee gaan doen, omdat je ziet dat het de wil is. Dat het, het is een ding van de wil, dus dan ga je het lekker lekker meedoen. Waarom niet? Er is niks op tegen hoor. Als jij je wil aanmelden, doe het. Mijn zegen heb je. Dat is geen geintje hoor. Mijn zegen heb je. Dus zo'n meisje bij de Albert Heijn, die netjes meewerkt hè? met wat de wil wil. Hè? En die doet netjes een mondkapje op en die gaat tegen iedereen die binnenkomt Goeiedag dag zeggen. Want daar zit Perry tussen. En Perry vindt het we wel prettig als hij de winkel binnenkomt. Dat iemand zegt, hallo, wat leuk dat je er bent. En dan pak ik mijn mandje. Ik, ik ga niet van die gekke dingen met mijn handen doen. dan uh, loop die winkel in en uh, nou, ik hou ook niet zo tegen elkaar aanleunen. Dus uh, nee, nou, ik... Ik ben geen mensenhater, maar ik ga een beetje graag in mijn eentje kijken. Als je moet bukken en zo. Ja, toch een beetje afstand. Ik vraag wel eens aan mensen, van, ik, ja, ik kan een beetje opzij gaan. Kun je even een beetje opzij gaan? Daaronder is volgens mij de aanbieding. Ik hou van een beetje afstand. Ik heb er helemaal nergens last van. En ik hoef zelf geen mondkapje op. En had het wel gemoeten, had ik het ook gedaan. Wat is dat nou? Ik kan toch die, 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 die jeugd niet in de steek laten? Straks gaat de Albert Heijn nog failliet. Hebben die meisjes geen werk meer? En trouwens, die enkele jongen ook niet. Dus, ik heb het een beetje verhaal gezien. Er is helemaal niks aan de hand namelijk. Dit is wat de wil wil. Ja, en die man die stond dus kabaal te maken tegen die, die keurige entree mevrouw van ja, ik wil even zeggen, er zat hier dan uh, desinfectie voor de handen. Uh, uh, ja, maar hoe zit het met die, uh, die dingen op die koelkastdeuren? Dan pakken mensen ook beet en, uh, en worden die wel gedesinfecteerd. Want niemand heeft die handschoentjes aan. En dan denk ik, oh, oh, krijg toch de corona? Kijk, dat vind ik niet aardig. En ik vind het ongepast. Ik vind het afvallig. Ik vind het best dat je dat vindt, hè? dat moet je niet zeggen tegen dat arme kind. Die er staat, omdat ze ook niet anders kan. En tegen haar lopen zeker. Ketter dat je bent. Dat hoort niet. Kijk, je doet mee of je doet niet mee, ja? En ik heb meegedaan. Ik heb gewerkt voor Apple International. Ik heb gewerkt voor Construction, Roofing en Housing. De, de, die business die alle bouwmarkten hier in Nederland heeft overgenomen, die heb ik geholpen met de automatisering. Dat je even weet. En um, ik heb gewerkt voor Pfizer. Het zijn keurige administraties, jongen. Ik heb meegewerkt. Zonder meer. Ik heb gewerkt voor de, de NOS Radio. Ja, ja. Ik heb voor al die grote companies gewerkt. Nou, van alle, ik heb er nog meer. Ik heb ook gewerkt voor een garage Ride On hier in Arnhem. En daar ging ik persoonlijk langs. En dan gingen we de factuurlayout nog even doornemen. En vragen over het inloggen. Ja, hoe doen jullie dat? Even checken dat ze wel een boekmarkje hebben en niet de hele tijd zo'n lange URL lopen intypen. En waar staat die boekmark? Terwijl een beetje op je desktop. Ja, dat dus is een garage lui. Als het fout gaat jongen, dan gaat het fout. En als er geen factuur uitkomt, dan heb ik een zagrijnige klant. Dus ik ben van alle markten thuis. En als je meewerkt, dan werk je mee. En dat is alleen maar meewerken aan de wil. Zo'n werk. Dus kennelijk wil de wil dit. Ze dus wil een uh, wereldregering. Uh, internationaal gezondheidssysteem. Ja, dat is allemaal. <coughs> Moeten we vooral doen. En de WHO, ja, daar moet je ook aan meewerken. Waarom niet? Er komt zoveel onzin bij de WHO eruit, hè? Dan moet ik hier ophouden. Het moet duidelijk worden. Orde. Hè? Orde moet er komen. Het is een wereldorde. Dus ook orde bij de WHO. En bij het CBS bijvoorbeeld. Hè? Ja, is het niet ordelijk. Dat is het een rommeltje. Serieus. Ik vind het ordelijk dat als je sterft. In het bijzijn van andere mensen. En er is een computer in de buurt. En dat mag je toch tegenwoordig verwachten? Iedereen heeft een smartphone. Dat het dan maximaal één dag moet duren. Kan, mag, kan. Je ding is ongeveer een dag 24 uur. En dan is dat mondiaal bekend dat jij dood bent. Mondiaal. Ja, vroeger had je in de krant overlijdingsberichten. Oh jee, Piet is dood. Ja, dat is, dat is van toen. Eh? Nu vind ik, eh, qua ordelijkheid, dat als er iemand in China overlijdt... dat wij dan, als we opvragen hoeveel doden waren we daar in China... dan staat er eentje bij. Want er is iemand in Shanghai overleden. Of Wuhan. Dat wij dat kunnen zien. Wie gaat er waar dood? En dan wel per ja, 24 uur update. En hoe moeilijk kan dat voortplantende zijn? Hoe moeilijk kan dat voortplantend zijn? Om dat te regelen. Dat als er iemand de pijp uitgaat, dat we dat weten. Met z'n allen. En ook graag de naam erbij. Zo'n geboortenaam. naam erbij. Het is om te janken. Dus wij moeten allemaal mee gaan werken, we allemaal bij de WHO gaan zitten. En daar aanmonsteren en zeggen: Ja, ik wil even een probleempje oplossen. Dat we even weten wie er overal doodgaat. En laten we dat eens even gaan regelen. Met geld van de Verenigde Naties natuurlijk. En bescherming van de NATO. Dat hebben we nodig. Dat is wat de wil wil. Punt. Er wordt een kind geboren, dat weten we binnen 24 uur mondiaal. En dat wordt voor eeuwig opgeslagen. Dus elke dag uh, wordt er een zik en er wordt gebeiteld, gebeiteld en is die dag weer voorbij. En wij moeten ons gaan afvragen hoe groot die schijf is waarop dagelijks uh, de boel gebeiteld wordt. Is dat 10 uh, inch, 10 centimeter, 1 meter... en dan waarschijnlijk een rond mariaan nemen met een gaatje in het midden. En die draait dan snel in de rondte en dat is het hele geboorte- en sterfteregister van deze aarde. Dat heet een wereldorde. Ja, dan moet je een beetje toneel spelen, want uh, dat hoort erbij. Dan moet je een beetje streng uh, klinkt, Maar zo is het toch voortplantend... Ja, anders, anders plant het niet voort. Huh? Dat is een grapje natuurlijk, snap je normaal? <laughs> Moeilijk voortplantend is op zijn Engels, hoe luidt dat? Ja. Fucking hard. It can't be that fucking hard. En men houdt dat tegen. Dat is wat ze doen. Met hun, dat willen ze niet per se. Maar het punt is dat ze kunnen het onderling niet eens worden. Ja, iemand gaat de baas worden, natuurlijk. En dan binnen die katholieken heb je sinds 1540. Je zijn zo langzaam, hè. Sinds 1540 heb je daar een nieuwe orde. Dat is de Orde der Jezuïten. Om je te bescheuren. De belachelijkheid ten top. Die lui. die richten zich. naar een van de engelen. Namelijk de stoute engel. En ze zijn niet psychotisch. Dat is het punt. Ze lijken psychotisch. Maar dat zijn ze niet. Ze doen het daadwerkelijk. Hij die heeft die zal gegeven worden, en hij die niet heeft, die zal ontnomen worden dat wat hij heeft. Deze mensen die geven zichzelf letterlijk op, zij laten zichzelf alles ontnemen. Snap je wat ze doen? Ze doen precies het tegenovergestelde van dat wat Christus deed. Snap je? En Christus ging ook, de, die ging ook dood. En zij ook hoor. Die nemen risico's, jongen. Ze sterven bij Bosjes. En dat zien wij niet in de krant. Hè. Ze gaan allemaal kapot. Ze rotten allemaal weg. Hè? Dat is ook wat ik zag toen ik de wil zag. En dat het mij heel duidelijk werd dat ik mij daar niet toe moest richten. In een soort van. Uh, dat is, is, uh, moet je niet doen. En wat ze doen bij die esoterie is dat ze beginnen dan met een soort voorspel. En dan ga je toneelstukjes doen. En dat lijkt onschuldig. Hè? En dan voeren ze dat op. En uiteindelijk ga je dingen doen, jongen. Wow, 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 wow. En dan ga je richting dat Wuji board gebeuren. En dan spat het uit elkaar, jongen. En dan ga je kleuren zien: scharlaken en purper. Wie weet niet wat je ziet hoor. En je hoort dat niet te doen. Dat is, uh... dat is niet de bedoeling. De, de bedoeling van een vader is niet dat zijn zoon naar hem toe komt om, om hulp te smeken of om. Uh, nee. Een, een vader wil zijn zoon dat hij een, een meisje ontmoet. En die sticht ergens. Dat wil een vader. Anders is het geen vader. En een vader die een zoon wil, die. Wim Kruidertuin nu. Hij heeft een pleegzoon. En die komt maar niet uit de uitkering weg. Dat wil je niet. Hè? En het punt is dat de mensen die dus daarvoor kiezen, die zich afhankelijk maken van de wil. En dan, die, die, dan voelen ze een rare energie en vanuit die rare energie gaan ze rare dingen doen. En dan gaan ze overleggen met z'n allen. Met brunettes en blondines. Dat is alles. En onderhand is de wil de wil. En die heeft dit allemaal gewild. Inclusief die idioten. Want wij. Wij krijgen nog. Wij krijgen nog meer problemen. En inderdaad, komt er een periode, denk ik, van zo'n duizend jaar: van Pais en Vree daadwerkelijke Pais en Vree dat Satan gebonden zal zijn, en dan wordt hij losgelaten. En dan wordt het nog erger. Zoiets. Maar voorlopig hebben we dit en ja, kom op, je moet niet zeuren over de toekomst, vind ik hoor. In het heden gebeurt er genoeg. Uh, uh, is er genoeg voor jou te doen in je directe omgeving? En daarmee bedoel ik daadwerkelijk van je luie reet afkomen en wat gaan doen. Kijk, ja, die mensen die dan ons de baas zijn. Dat zijn ze bij wet. Een wet waar jij nooit voor getekend hebt toen jij geboren werd. Het ja, is gewoon uh, meet Mr. Hartwild of zo. Dat is alles. Vergelijk jezelf met zo'n Duitse soldaat die naar Stalingrad werd gestuurd. Waar het er alleen maar om ging dat de Duitse jonge mannen zich dood zouden vechten tegen Russische jonge mannen. Want dan zijn we van jonge mannen af. Zoiets is de wereld. De enige manier om te overleven in een menselijke aarde is dat je je ogen sluit voor het leed van andere mensen en stiekem denkt van ja, maar als je ook zo leeft, ja, dan vind ik het ook niet gek dat je loonkanker krijgt. Dat je op die manier gaat denken. Ik heb van die buren gehad en die waren vegetariër en die, vonden, die hadden een minachting voor mensen zoals ik, die vlees aten. Nou, ik eet vlees. Ik vind het heel handig. Het past beter bij mijn lichaam. En melk drink ik ook. En kaas vind ik lekker. Het ja, is mijn lichaam. En druiven zijn me snel te zuur. En. Broccoli, dat is echt niet te doen, man. Lof. Oh nee, hou op. Spruitjes. Ach, ba. Krijg het echt niet weg, man. Maar gefrituurde aardappels vind ik lekker. Gefrituurde ui vind ik heerlijk. Curry vind ik lekker. Ja, er zijn heel veel dingen die ik lekker vind. Nasi, heerlijk. Stoofvlees met, uh, met friet. Oh, zalig. Mayonaise. Lekker. Je, je hebt een lichaam en daar stop je wat in. Dat is het. En goed kijken wat je lichaam lekker vindt. Hè? En niet de uh, godganse tijd de baas gaan lopen spelen. Want ja, ik ben de vegetariër en ik mag geen vlees. Dat zeggen mensen dan ook. Hè? Ik mag geen vlees. Vlees lust mij niet. Ik zou niet weten waarom. Ik weet dat ik in Groningen ik, een ontzettend mooie jeugd gehad En dan kan jij zeggen, ja, maar je vader was een saaplap en je moeder was katholiek en die maakte de god de tijd ruzie. Ja, dat is ook zo. En jij bent er ook. Daarmee bedoel ik ook jij, hè? Dus niet alleen ik, maar jij bent er ook. En jij bent een kind van de wil. Wat jij wil is wet. Dat wil jij. Jij wil de wetten van Mozes. Die wil jij. Die zijn gebeiteld. En dat wil niet alleen jij, maar dat wil Elohim. Elohim op zijn Nederlands is wij. Dus in den beginnen schiep, enkelvoud, wij hemel en aarde. Dat is de correcte vertaling in het Nederlands, naar mijn mening, van uh, Genesis 1, vers 1. In den beginnen. ...schiep wij hemel en aarde. Toen Mozes vroeg aan wij... ...hoe moet ik zeggen dat ik je heet? En toen zei wij, zei... ...zeg maar ik ben die ik ben. Christus zei later... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo is het. Het is zo simpel. Er is niks aan de hand. En kijk ik naar die corona sterftecijfers. Ik zal het nu even live, ga ik het updaten. Jullie kunnen het niet zien. Dan nou, moet ik één rij weghalen. Dat doe ik met commando min. Hoppa, die is weg, oké. Okay. Uh, dan heb ik hier de somformules. Uh, dan moet ik hem bijwerken. Ik heb twee weken extra aan nu. Ik had die van week 40 heb ik bijgehouden. Nu is het week 42. Even kijken of ik nou. Hoppa. Oh, hij heeft hem automatisch aangepast. Even controleren. Som B9 tot en met 43. En klopt dat? Nee, daar zit een faasje in. Het moet zijn som B1. Tot en met 43. Oh, dat gaat hem even duren, denk ik. Dat is, deze had ik niet verwacht. Maar we maken het uit. Even kijken, en dan staat hier dan, dus tot en met week 42 hebben wij 132.000 doden gehad in Nederland. Klopt die nou? 1. Nee, het is B2. Terug. Dit kunnen jullie zelf ook allemaal hoor. Een spreadsheet. Som van B2 tot en met B43. Dus B2 is week 1. En 43 is week 42. Ja, dat klopt. Oh, het valt iets. Oh ja, precies. Dat klopt mevrouw. Ja, stom. Uh, 131.000 hadden. En dan kijken naar het percentage. Dat staat wel goed. Dus 0,75 mensen. Hij is zo nog op een 7, 5% van de mensen is overleden. Oh. Hoeveel zijn er geboren trouwens? Weet je ook niet. Um, dat moet dan moeten we ook aan deze. 1,9, 9 dat is weer dezelfde fout. Ja, dus even kopie. Dat is mooi zeg, live editing en jullie kunnen het niet zien. En dan hebben we hier... E45, dat klopt dan mooi. F1 klopt ook. En ten opzichte van. Dat is een, dan moet hier ook een V overheen. Nou, in 100, in, in, in uitgaande van de percentages van 2019, hebben wij 9000 meer doden. lijkt mij reëel. Geef uit, dat klopt ook. Ik praat een beetje mezelf en dat doe ik altijd als ik zo bezig ben. Hè? Dan hier een op overheen doen. Ja, en dan hebben we hier dan dit en dan K 9 tot en met klopt ook niet. Zop. Oh nee, wacht eens even, nee, dat klopt hier eens niet. Ik bedoel in de cijfers van het CBS hè? En wat ze van de, bij de overheid zeggen. Raar. M2 dan. Die klopt hier wel. En dan hier even. Leuk Maar zo makkelijk is het dus, hè? Die, die kan het zelf ook met een spreadsheet. Dus. Ik kan het zo uitrekenen. Jom. Nou, de. Waar het op neerkomt. Kijk, het punt om te beginnen. In 2020 woonde hier 17,5 miljoen mensen ongeveer. En in 2019 was dat 17 miljoen. Afgerond naar beneden, maar een half jaar. Maar een stuk minder. Behoorlijk minder. En in 2018 was het nog minder. Dus ja, als er ergens meer mensen wonen... gaan er meer mensen dood, lijkt mij. Is dat de wet van Pythagoras of zo? Als je daarmee rekening houdt. Dan hebben wij ten opzichte van 2019... hebben wij 8500 meer mensen uh, zien sterven. En ten opzichte van 2018 was dat 4000 Ten opzichte van 2017 was dat 7.500. Maar die heb ik hier. Goed, dinges. Klopt die dan? O2, O2. Ja. Ja. Dus helemaal geen 9.000. Dat is onzin. Er gaan mensen dood. Wat? Dat is altijd zo. En er zijn dus uh, ten opzichte van 2020 hebben wij 4300 meer doden. Nee, joh, ten opzichte van 2018. 4300 meer. 4300. Ten opzichte van toen. Ja, dan brei jij er maar een punt aan hoor. Als jij het weet. Hoe dit zit. Maar dit is vrouwen. Want ze hebben het over 9000 coronadoden. Ja, dan zijn de andere ziektes kennelijk uh, uitgestorven. Lijkt mij. En hoe kan dat dan? Waarom zijn die ziektes uitgestorven? Oh, dat komt door de corona. Ja. ja, dat zal wel. Hoe kan dat nou? Even kijken, even kopiëren. 2018, heb zo'n gevickje. Dan kan ik het zelf. Misschien dat ik dat grafiekje erbij moet gaan zetten. 2020. En dan, boop, boop. plak. En dan hier. 41, 42. Kan ik het zien? Nee, ik maak het grafiekje zo wel af. Er is helemaal niks aan de hand. Eén grote zwendel. En dat wist jij al. Want dit is, dat, dit is Babylon, zo heet dat fenomeen. Babylon, het katholicisme. Die doen dit. En dat doen ze al ja, sinds Genesis 6 of zo. Abraham, voordat hij Abraham heette, Abraham, sloeg zijn tenten op richting Babylon. Hm. Ja, ik zou zeggen, have a nice day. Het <laughs> maakt allemaal niet uit. Echt niet. Maak je geen zorgen. En niet zo doen als die man bij de Albert Heijn. Het heeft geen zin. Dit is... De wil wil een wereldorde. En niet allerlei uh, privé-gebeurtenissen uh, met Hunter Biden. Die, die heeft dan uh, pornofilms van zichzelf. Uh, en de Chinezen hebben dat materiaal. Gadverdamme. Nee, de wil wil... En niet seffers, niet straks, maar hooit er nog. Oder, oder. Maak je geen zorgen. De, de weerstand van de aristocratie tegen de wil is enorm. En de wil, die weet daar raad mee. Alles duurt altijd langer dan je denkt. Als het goed wordt. Dat is niet erg. Jij hebt jouw leven te leiden. Niet met een, uh, met, met een lange ei uh, richting te geven. Dat is alles. In wat voor een omstandigheid ook. Dat, dat begin van het onze vader. Is, onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. U wil geschieden. Uh, vergeet ik altijd. Opnieuw. Onze vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Gelijk in de hemel. als ook hier op aarde. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. Doe dat. Na. Gedraag je. Je krijgt geen eten van de Albert Heijn. Of de Lidl. Je krijgt eten. Van de wil. De Boeddha heeft het uitgeprobeerd, hè? Die aristocraat, gewoon een vervelend verhaal. Boeddhisme is opgepompt. Het niets is alles. Ja, het zal best. De wereld is een illusie. Ja, uh, Boeddha heeft dat uitgeprobeerd. Hij heeft alles weggegeven. Christus zegt dat ook. Hè? Geef alles weg. Uh, Boeddha nam dat heel letterlijk. Het slaat nergens op. En hij kwam erachter dat hij toch te eten kreeg. Hij had geen pinpas, Helemaal niks. Hij kreeg toch te eten. Dat is de wil. Hou daar goed rekening mee. Er is een gebed van Jasaiah of zo. Daniel, daar ben ik nou mee bezig. Met, met Jurgen. Die vrede, God. Ja, ja. Zo komt die over hè? op ons. Is niet hoor. Dat jij hebt nou moeten genieten van dat wat je wel hebt. Ik bijvoorbeeld, ik heb leuk werk. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dat moet je zoeken. Je moet in je leven die keuzes maken waarbij je dankbaar kan zijn voor dat wat de wil je geeft. Zo moet je leven. En de rest kan je rug op. Dan moet je een mondkapje op in de seksbioscoop. Nou. Ja, ik zeg maar wat gek zo. Moet je nou in een seksbioscoop? <laughs> ja, ik weet het niet. Hè. Ik kan me voorstellen dat je iets te doen hebt in een seksbioscoop. En waarom niet? Maar die zijn uitgestorven maar hele van mij. Hele vandaag. Nee, laat het alsjeblieft grappig houden. Met al die corona ellende Oh ja, dus had ik vandaag ook weer te luisteren naar. Arnold op zondag. En die neemt het op voor Robert Jensen. is het En dan moet ik lachen, dan moet ik hoesten. <coughs> want ik rook weer. <coughs> maar anders moest ik ook hoesten, want ik ben verkouden. Maar, maar als je rookt, ben je langer verkouden. Ach, maar hou daarop met het gezeur. Maar, je hebt die Arnold op zondag. Ja, Robert Jensen, die wordt de mond te mogelijk gesnoerd. Want iemand van de media, en zijn naam ben ik gelukkig vergeten, had een hele lelijke naam. En die had gezegd dat wat Robert Jensen deed, dat was een misdaad. <laughs> nou, de enige misdaad van uh, Robert Jensen is dat hij t-shirts heeft laten maken met Holland, Holland, voor Trump. Gewoon steun de katholieke Giro 555. O, Donald Trump is ook een katholiek. Snap je? Dat is ook een globalist. Alleen van een ander kaliber. En, uh, ze doen 1 tweetje de godgangse tijd. Dus, uh, dat is de manier om een doelpunt te scoren. Hè? Dan doe je eerst een tikje naar links. En dan denk ik hier, oh ik kom van links. En dan tik je naar rechts. En dan doel erin. Het heet deze antithese-synthese. En ze bakken er helemaal niks van. Dat is het punt. En dat gaat de wil irriteren. Want de wil kan niet willen dat zijn orde bestaat uit Jeffrey Epsteins met Jeffrey Epsteins aanlanden. Dat gaat niet. Dat is, um, dat is heel erg temporeel. Het punt is, wij weten niet uh, hoe de klok tikt daarboven. Want daarboven is geen tijd. Wij zijn de tijd. Wij bepalen de tijd. Wij bepalen hoe snel dingen gaan. En als wij een beetje lopen dreutelen, ja, dan gaat het heel lang door. Wat denk jij nou? He? En als wij met de wil meegaan, dan gaan de dingen een stuk sneller. Maar zolang wij lopen protesteren, als Maarten Luther met de, de joden en hun leugens. Kijk, als we dat soort privé -oude hoer, als we dat bestempelen tot kanon. Ja, gaan we naar huis en gaan we maar wachten. Schrijf een brief aan je schoonmoeder. Maar er komt een wereld aan, jongen. Wow. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat, uh, dat is gegarandeerd. Ik teken mee, hè? Ik hang mijn leven daaraan op. Daar dus heb geen enkel probleem mee. En ik weet dat het kan. Technisch gesproken: zo'n geboorteregister. Een overlijdingsregister. Ik weet dat het kan. Dus, en dat is genoeg. Dus die lui boven, die aristocratie, al die beedigde lui. Die, ja, maar die heel, heel gestudeerd. Hij oh, heeft ook dit gedaan. Hij heeft de eten afgelegd. Hij heeft ook nog een jurk aangetrokken en een muts op zijn hoofd. Ja, die lui. Dat is een mene, mene tekel Uppersim. Om het maar even op zijn aramees te zeggen: hier. Ja. Geintje, geintje, geintje. Nee, maak je geen enkele zorgen. Komt allemaal goed en we gaan allemaal dood. De vraag is: uh... leef je nog? Dat is de vraag. Ik ga lekker mijn grafiekje afmaken. Dan maak ik nog een uitzending. Want die gaan goed, die corona-uitzendingen. Dat uh, tikt er toch wel in hoor. Met, uh, de abonnees gaan ook heel goed. Ik zit op 137. Dat is vast een mooi vrijmetselarijgetal, denk ik. 1, 3, 7. Iedereen staat zo stil bij. Als je 100 hebt, dan ben je wat. Maar ja, ik denk één met twee nullen. Dat is een, uh, een man met twee vrouwen. Wat moet je ermee? En ja, nou, weet ik zijn. En één, drie, zeven. Dat is toch wel. Allemaal... Maak ik nog een aparte feestuitzending over. Dat wordt, denk ik, dit weekend. <laughs> Doei.